Goedendag. Hier weer het Videoweekbericht. Afgelopen week kwam de ISM-index naar buiten en dat was even schrikken. Um, ISM kwam op 49,1 voor het eerst in drie jaar onder de 50. Maar erger nog, de nieuwe orders gingen naar 47,2 en dat was een serieuze daling. Dat is de donkerblauwe lijn hier. De lichtblauwe lijn is wat u daadwerkelijk in de oren zelf ziet. De ISM-index is maar een enquête onder ondernemers. Maar u ziet ook dat de oren zelf afnemen. En dat is natuurlijk allemaal te weten aan de handelsoorlog. Dus ook in Amerika gaat het nu toch wel wat slechter. Natuurlijk zegt Trump dat het allemaal zijn schuld niet is. Sterker nog, ik zag een tweet van hem waarin hij zei van ja, als ik niet met de handelsoorlog begonnen was, waren de koersen een stuk hoger. Ja. Ik zou bijna zeggen, de, zoals mijn kinderen zouden zeggen. Um, maar het blijkt dat, en dat is een aardig onderzoek geweest van Merrill Lynch, die heeft gekeken naar, nou ja, als Trump heel veel aan het twitteren is, wat doen koersen dan? En als hij heel weinig aan het twitteren is, wat doen koersen dan? Dan blijkt dat Trump maar beter zijn mond kan houden of niet kan tweeten in dit geval. Want als hij veel tweet, gaan koersen over het algemeen naar beneden en vice versa. Nou, had u dat ongetwijfeld wel verwacht, maar het is goed dat iemand het narekent. Dan is iedereen blijkbaar erg gevlucht in het goud. Dat zien we aan de lichtblauwe lijn, dat zijn de speculatieve posities. Die zijn echt weer op recordniveau gekomen. En dat in no time, want meestal zitten mensen long in goud. Afgelopen oktober was dat niet. Toen stond goud rond de 1200 dollar. Nu is het naar de 1500 gestegen. En nu zit iedereen long in goud. Maar zoals ook uit deze koersbeweging blijkt kan je meestal contraire zijn, um, dus het zou ook uh, zomaar eens een heel mooi verkoopmoment kunnen zijn, omdat iedereen al long in het goud zit. In ieder geval misschien beter om eventjes af te wachten mocht u een positie overwegen. Dan, um, komt er een recessie of niet? Een heleboel mensen zeggen van wel. Het blijkt uit deze grafiek dat er in ieder geval blijkbaar een heleboel mensen bang voor zijn, want dit is de Google Search. Uh, hoeveel mensen zoeken het woord recessie, recession op? Ik heb de Amerikaanse versie genomen. En dan zien we dat dat echt ongelooflijk hard gestegen is. klein beetje teruggevallen afgelopen week. Maar dat staat op echt recordhoogtes. Dus hoogtes. als iedereen bang is voor een recessie, is de grootste kans dat ze waarschijnlijk niets gaan uitgeven waarmee een recessie wordt uitgelokt. En zoals ze dat noemen. Een self-fulfilling prophecy. Dan de ECB volgende week. Uh, we hebben een heleboel geluiden gehoord van de haviken uh, in de ECB, waaronder natuurlijk onze eigen Klaas Knot. Uh, dan zou je zeggen, misschien doet de ECB een beetje rustig aan, maar zoals we hier uh, duidelijk zien, uh, zijn Klaas Knot en consorten erg in de minderheid. Uh, je hebt ook uh, Lautenslager erbij zitten en natuurlijk uh, Jens Weidman van Duitsland. Maar er zijn veel meer mensen aan de, uh, die, uh, in de ECB die toch willen verruimen en dat zien we aan de andere kant. Ergo dat er waarschijnlijk een dubbeltje nog vanaf gaat eh, met de aanstaande vergadering lijkt als je bij je van deze verdeling uitgaat in ieder geval wel redelijk eh, te verwachten. Dan de bedrijfsagenda, nou we zitten natuurlijk in september, eh, vlak voor het einde van het eh, kwartaalcijfersseizoen, dus de bedrijfsagenda is erg leeg, wat roadshows hier en eh, daar zoals u ziet. En dan de macroagenda, die is eigenlijk ook vrij leeg, maar natuurlijk vooral gaan we uitkijken wat de ECB gaat doen, en vooral wat ze daarbij gaan zeggen, want op dubbeltje verlaging, daar gaat iedereen al van uit. Dat was het weer voor deze week, bedankt voor het kijken, tot volgende week.